De grootste thuiszorgorganisatie vraagt om uitstel van betalingen en dreigt failliet te gaan. Ja, het is een uiterst dramatische stap en we hebben dit moeten doen omdat wij enorme verliezen maken. Volgens de thuiszorg betalen gemeenten veel te weinig. En verder in het nieuws vandaag. Stéphane Asch, 52 ans. Frankrijk herdenkt de doden van de terreuraanslagen. En sommige Rode Kruisvrijwilligers willen geen vluchtelingen helpen. Goedenavond. De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er komt te weinig geld binnen bij TSN Thuiszorg en het verlies dat loopt alleen maar op. En daarmee staan de banen op het spel van 12.000 werknemers. En de thuiszorghulp die wordt aangeboden aan 40.000 klanten verspreid over 300 gemeenten. Die gemeenten, zeggen ze bij TSN, betalen veel te weinig. Concrete aanleiding is dat de rechter ons heeft verboden om de beloning van zo'n 4300 van onze medewerkers aan te passen en te relateren aan de aard van de werkzaamheden die zij doen. En dat betekent dat wij 6 euro per uur op deze werkzaamheden moeten toeleggen en dat houden we niet vol. Gewoon onbetaalbaar? Ja, het is onbetaalbaar. We zien gemeentes steeds minder betalen. De prijzen in Nederland voor thuishulp zijn de afgelopen jaren met 25% gedaald. En dat betekent dat thuishulp in ieder geval op basis van loondienst, zoals wij onze mensen in dienst hebben, onbetaalbaar wordt. Ja, Wessel de Jong is bij het hoofdkantoor van TSN in Almelo. Wessel, dit speelt al veel langer natuurlijk. Dus toch is de vraag, hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Ja, die thuiszorg die is natuurlijk van het landelijke niveau verhuisd naar de gemeentes. Nou, dat was een operatie die natuurlijk gepaard ging met een hele grote bezuiniging. Daar is deze werkgever wellicht niet heel goed op ingespeeld. Die heeft nog geprobeerd om zijn salarissen te verlagen. Nou, dat is niet gelukt. Een Almeloze rechter heeft daar een stokje voor gestoken 2 weken geleden. Hij moet de originele salarissen blijven betalen. Zegt hij, ja, daar leg ik zoveel geld op toe. Dit jaar alleen al beloopt het verlies... 10 miljoen euro. Dus er was eigenlijk geen andere keuze dan deze dramatische stap. Met wellicht dus ook dramatische gevolgen voor de werknemers. Onder de 12.000 medewerkers zinkt het al vroeg in de dag rond. Het zit goed mis. Ik was aan het werken en ik hoorde de cliënt zeggen van, joh, je wordt nu heel veel gepiept. Dus ik ben toch maar even gaan kijken. En toen zag ik dat er een bericht was en meteen heel veel appjes van allemaal kennissen, vrienden van, jee, wat is hier aan de hand? Dreigend ontslag dus. En de spanning was al zo groot door de bezuinigingen. Slapeloze nachten, de zenuwen van wat gaat er gebeuren. De mensen krijgen nu nog maar 1 uur, 1,5 uur. Het is gewoon echt niets. Ik kwam laatst bij een mevrouw die had een nekkraag, armbraces, zit in een speciale stoel, kan echt helemaal niets. En vraagt aan mij, hoe lang kom je? En als ik dan zeg, ja, het spijt me, maar ik kom maar 1 uurtje. Dan begint zo'n vrouw die ik helemaal niet ken, begint verschrikkelijk te huilen. Het zijn, zeggen ze, niet alleen de bezuinigingen die het bedrijf in de afgrond storten. Waar wij heel erg boos over zijn, is dat alleen wij uiteindelijk salaris hebben moeten inleveren. Ja, terwijl TSN een heel groot bedrijf is. En in al die andere takken hebben ze dus gewoon geen cent hoeven te in te leveren. Het is heel moeilijk om vol te houden waar je altijd voor gewerkt hebt. En het doet me zeer. Ook de manier waarop ze met je omgaan en dat ze het zomaar eventjes doen. Terwijl je toch al, ik werk er nu 15 jaar en je hebt toch, dacht je, iets opgebouwd. Maar schijnbaar is het niets waard. Dat doet het met mij persoonlijk. Dat vind ik heel erg, ja. Nou, Wessel, wat gaat er met die werknemers, maar ook met al die mensen natuurlijk die afhankelijk zijn van de thuiszorg gebeuren? Ja, maandag stelt de rechter een bewindvoerder aan die moet gaan zoeken naar een oplossing. Nou, zolang die bewindvoerder bezig is, verandert er in principe helemaal niks voor deze mensen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel erg spannend voor die mensen. Want zo'n uitstel van betaling betekent natuurlijk toch in 9 van de 10 gevallen faillissement. Ja, want is de kans groot dat er een oplossing komt? Nou, die bewindvoerder die gaat de oplossing zoeken in Den Haag. Hij hoopt dat daar toch een zak met geld klaar staat. Maar er is eigenlijk niks dat erop wijst dat dat ook het geval is. Nou, ik constateer dat overal in Nederland contracten worden gesloten tussen gemeenten en zorgaanbieders, ook met mensen gewoon in loondienst. Maar het kan natuurlijk zijn dat de specifieke situatie van het bedrijf aanleiding is om te zeggen van ja, voor deze prijzen kan ik het wel of kan ik het niet doen. Ja, daar kan ik natuurlijk niet in treden. Wat mijn verantwoordelijkheid is, dat we samen met de gemeente ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, die zorg ook kunnen krijgen, door wie dan ook geleverd.
Ja, ik hoor hier toch dat de staatssecretaris Van Rijn zegt dat hij er eigenlijk op rekent dat de concurrenten van dit bedrijf de zorg voor die mensen zullen overnemen. Dat zal gebeuren. Met andere woorden, hij heeft er niet zo'n groot probleem mee dat dit bedrijf failliet gaat. Ook al is het de grootste van Nederland. Okay, Wessel, dankjewel. En dan de aanslagen in Parijs. Dat is alweer 2 weken geleden. Vanmorgen werden 130 doden herdacht. Bij de ceremonie waren ook nabestaanden en gewonden aanwezig. Aurélie de Peretti, 33 ans. Nicolas Degenhardt, 37 ans. Elsa Delplace, 35 ans. Alban Denuy, 32 ans. Aujourd'hui, la nation tout entière, ses forces vives, pleure les victimes. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 voix qui à jamais se sont tues. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour. Ook 2 weken na de aanslagen is Parijs nog steeds aangeslagen. De herdenkingsbijeenkomst vandaag vervulde 3 functies. Ten eerste was er de rouw vanwege zoveel slachtoffers. Er was troost aan de nabestaanden dat Frankrijk altijd aan hun zijde zal blijven staan. En er was de belofte van François Hollande dat Frankrijk de daders zal straffen. Door veiligheidsoverwegingen konden mensen van het gewone publiek niet aanwezig zijn bij deze herdenking. En daarom had president Hollande opgeroepen aan mensen om op hun balkon of voor hun raam een Franse vlag te plaatsen. En de aanslagen in Frankrijk hebben ook gevolgen voor Nederland. Sinds de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs heeft de Nederlandse politie zijn werkwijze veranderd. Speciale eenheden rijden sindsdien permanent rond om snel in te kunnen grijpen bij een eventuele terreuraanslag. Deze mannen maken deel uit van een rapid response team. Ze zijn zwaar bewapend en rijden rond in een gepantserde auto. Ze willen niet herkenbaar in beeld, dat zou niet veilig zijn. Onze primaire taakstelling is reageren en het doen stoppen van terreur of grof geweld. En, maar wij rijden nu ook gewoon mee met de blauwe collega's met vuurwapenincidenten wat kan uitmonden in een grof geweldsituatie. Zoals een terreurdaad bij Charlie Hebdo bijvoorbeeld in Parijs. Sinds die tijd zijn deze teams een stuk sneller inzetbaar. Permanent en door het hele land. Als er iets gebeurt in Nederland op het gebied van terrorisme, dan gaan politie-eenheden daar naartoe. En de rapid response teams die sluiten aan om daar de collega's te ondersteunen. In geval van een calamiteit als een aanslag. De rapid response teams maken deel uit van de dienst speciale interventies, de DSI. Een samenwerking tussen de politie en het leger. Bij het Thalys-incident in Rotterdam in augustus werd deze dienst ook ingeschakeld. Ze zijn op alles voorbereid, zegt de politie. Natuurlijk trainen we tegen kapingen en tegen gijzelingen. Maar ook tegenwoordig tegen schietpartijen die op de openbare weg plaatsvinden. Onmisschien in treinstations. Daar zijn we allemaal op voorbereid, daar zijn we allemaal op getraind. Zo'n schietpartij als in Bataclan, dat oefent u ook? Daar zijn onze medewerkers zelf getraind, ja. De dienst heeft 450 mensen die meteen kunnen worden opgeroepen als dat nodig is. Als het Europa niet lukt om minder vluchtelingen binnen te laten, dan moet Nederland het zelf maar doen. Dat zegt minister Dijsselbloem en premier Rutte zegt het ook. Eigen Nederlandse grensbewaking wordt dan niet uitgesloten. Eerder werd al duidelijk dat Nederland ook met landen als Duitsland en België nadenkt over dat soort oplossingen. Nederland moet aan zijn eigen belangen denken, zegt het kabinet. Als het zo is dat die Europese oplossingen er niet komen of niet voldoende werken, dan zul je zien, en Nederland zal dat ook moeten overwegen, dat je dan voor je eigen samenleving beschermingsmaatregelen moet nemen. Wij moeten ook gewoon zorgen dat het in Nederland draagbaar en betaalbaar blijft. Als het niet lukt in Europa, als het niet lukt met landen om ons heen, moet je natuurlijk ook nadenken wat je als land alleen kan doen. Dat is overigens... Nee, dat zou kunnen. Er zijn allerlei varianten mogelijk, maar ook maatregelen om
ervoor te zorgen dat je niet op dit niveau doorgaat met die asieltoestroom. Ron in Den Haag. Ron, hoe serieus is dit allemaal wat we hier horen? Dit is allemaal in de categorie als. Maar wat je wel ziet is dat de uitspraken over die asielstroom steeds scherper worden. Was het eerst, als het in Europa niet lukt, dan moeten we het met een paar landen om ons heen proberen te regelen. En vandaag voor het eerst wordt er ook openlijk gezegd, nou misschien moet Nederland het wellicht dan ook maar zelf gaan doen. Desnoods met grensbewaking. En dat is dan een mogelijkheid die echt helemaal onderaan de lijstje staat. Je moet niet denken dat morgen de slagbomen verschijnen. Dat zal echt niet gebeuren. Het is echt een last mogelijkheid die men dan nog openhoudt. Niet uitsluit in ieder geval. En allemaal bedoeld om, je hoort het te zeggen, de welvaart die we hier hebben te beschermen. Ja, ook allemaal bedoeld om iets te doen met die top die zondag is met Europese regeringsleiders. Want gaat het van die top afhangen? Nou, die top is wel een eerste belangrijke stap die genomen moet worden om Europees tot een oplossing te komen. Dan moeten er met de Turken afspraken gemaakt worden over opvang daar, om de instroom naar Europa dus te beperken. En je ziet dus dat dit soort uitspraken ook eigenlijk bedoeld zijn om de druk op dit soort toppen te vergroten. Dat men eigenlijk als Nederland zegt, luister eens tegen de andere Europese landen, als het niet lukt om daar samen uit te komen, dan nemen we onze eigen maatregelen en sturen we asielzoekers desnoods terug naar jullie. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Nederland gaat er echt vanuit en hoopt er ook op dat het Europees allemaal lukt. Te beginnen dus zondag bij die top met de Turken. Oké, Ron, dankjewel. Ja, en dan de vluchtelingen die hier al zijn in Nederland en die hier mogen blijven. Er komt huisvesting voor ze, voor 24.000 van hen. Daarover heeft het kabinet een akkoord gesloten met gemeenten en provincies. Het is een groot probleem op dit moment. Huizen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. In de asielzoekerscentra wachten nu 16.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning op hun huis. En dat worden er elke dag meer. Maar er zijn geen huizen waardoor asielzoekerscentra bomvol zitten. Daarom is afgesproken dat er voor 24.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning woonruimte komt. Bijvoorbeeld in leegstaande kantoren. Per woning moeten er minimaal 4 mensen in. Het is geen doel op zichzelf, maar gezien de hoge instroom is het onvermijdelijk dat de huisvesting buitengewoon sober is. Daarnaast komen er nog eens 30.000 tijdelijke opvangplekken, eerlijk verdeeld over alle provincies. Dat betekent dus dat er weer mensen niet gesleept moeten worden van sporthal naar sporthal, maar dat er echt locaties zijn waar mensen tijdelijk een tijd kunnen wonen. Minister Asscher gaat werk maken van integratie, zodat asielzoekers sneller aan de slag kunnen. We willen dat een apotheker uit Aleppo hier een bijdrage komt leveren in plaats van gefrustreerd ergens zitten wachten. Toch zeggen alle partijen dat dit pas het begin is, omdat er nog steeds nieuwe asielzoekers binnenkomen. Ja, vrijwilligers bij het Rode Kruis haken soms af als ze vluchtelingen moeten helpen. Het Rode Kruis heeft er zelf een enquête over gehouden onder zijn vrijwilligers en vindt dat deze uitkomst gevolgen moet hebben. Want als je vluchtelingen niet wil helpen, zeggen ze, dan is er bij het Rode Kruis geen plaats voor je. Als Rode Kruis vrijwilliger ben je niet zomaar een vrijwilliger. Het Rode Kruis heeft een bijzondere missie, namelijk het verlenen van neutrale en onpartijdige hulp aan de meest kwetsbaren. Maar dat geldt niet voor alle vrijwilligers. 1/5 wil niet met vluchtelingen werken. Ze hebben geen tijd, geen zin of hebben principiële bezwaren. Bijvoorbeeld, ik sta hier niet achter. Hier is geen plaats voor hen. Dak- en thuislozen in Nederland hebben hulp harder nodig. Ik steun liever mensen in mijn eigen omgeving. Wat vindt u ervan dat Rode Kruisers dat niet willen? Rode Kruisers dat niet willen? Ik vind het wel een beetje vreemd inderdaad. Het is een organisatie die eigenlijk heel veel mensen willen helpen. Je doet het vrijwillig, dus als het vanuit je eigen overwegingen is om voor een bepaalde groep te kiezen, ja, dan kan je ook gewoon kiezen van hey, voor die groep wil ik me niet inzetten. Hier in de Welkomwinkel in Utrecht werken nieuwe vrijwilligers die juist wel voor vluchtelingen willen werken. Het zijn vooral de oude vrijwilligers die soms afhaken. De kwestie ligt gevoelig. We zijn onpartijdig en we helpen iedereen. En dus als iemand zegt, ik wil een ander niet helpen om dit soort redenen, dan is daar geen ruimte voor. Wie geen vluchtelingen wil helpen, krijgt een gesprek. En wie dan nog niet wil, moet vertrekken. En als jij bij de Rode Kruis werkt, vind ik dat je voor iedereen werkt. Want wij zijn het Rode Kruis. Het Rode Kruis lanceert een interne campagne om aandacht te vragen voor het probleem. Minister Kamp voelt er weinig voor om kolencentrales te sluiten, zoals de Tweede Kamer wil. Een meerderheid van de Kamer wil zo snel mogelijk af van de vervuilende centrales. Ik heb gezien dat Engeland als voorbeeld wordt genomen.
Engeland heeft inderdaad besloten om zeer oude kolencentrales te sluiten, waar wij al lang toe besloten hebben. En bovendien hebben ze besloten om dat te gaan vervangen door kerncentrales die door de Chinezen gefinancierd worden. En ik had nog niet begrepen van GroenLinks en de PvdA dat ze hier in Nederland kerncentrales wilden gaan bouwen. Nee, dus kolencentrales sluiten in Nederland, dat is nog heel ver weg. Ja, ik vind het gemakkelijk gezegd, maar het lijkt me wat minder gemakkelijk gedaan. Rusland en Turkije blijven elkaar beschuldigen nadat Turkije dinsdag een Russisch gevechtsvliegtuig neerhaalde. De Russische minister Lavrov heeft nu aangekondigd dat er vanaf 1 januari een visumplicht komt tussen beide landen. Gisteren besloot Rusland al geïmporteerde Turkse landbouwproducten extra te controleren. De Telegraaf ontslaat journalisten. Op de redactie verdwijnen 36 van de 255 banen. De krant heeft te maken met een dalende oplage. De Telegraaf wil zich bovendien meer toeleggen op het snel brengen van nieuws online. Volgens de hoofdredacteur kan dat met minder mensen dan nu. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen tegen 4 Feyenoord-supporters die zich begin dit jaar in Rome hebben misdragen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Tegen 2 verdachten is ook 3 maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De mannen staan niet terecht voor de vernieling van de Barcatia-fontein. Daar is volgens het Openbaar Ministerie geen bewijs voor. De komende 4 dagen worden de zaken van alle 44 verdachten door het Openbaar Ministerie behandeld. Ja, deze groene trein die rijdt vandaag kriskras door Nederland. Om aandacht te vragen voor de klimaattop maandag in Parijs. In de trein allerlei mensen met ideeën om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar die omschakeling naar groene energie kan onze economie wel eens heel veel geld gaan kosten, zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die onderzoek doet naar de risico's. Knot noemt het een belangrijk probleem. Deze spiksplinternieuwe kolencentrale van E.ON is alleen nog maar aan het proefdraaien. En de kans is groot dat de centrale dicht moet nog voordat die echt op stoom kan komen. De investering van 3 miljard euro, weg. Die gevolgen zijn natuurlijk in eerste instantie voor die bedrijven zelf. Die zijn dan minder waard, dus die zullen een verlies moeten nemen. Maar vervolgens zijn er misschien financiële instellingen die uitzettingen hebben op die bedrijven. En die uitzettingen zullen dan natuurlijk ook minder waard worden. En daar gaat u over? En daar gaan wij over. Onlangs waarschuwde zijn Britse collega voor gigantische verliezen als gevolg van de klimaatverandering. Once climate change becomes a defining issue for financial stability, it may already be too late. Als we de opwarming van de aarde willen beperken, zullen we een groot deel van de kolen- en olievoorraden in de grond moeten laten zitten. Volgens specialisten gaat dan wereldwijd zeker 100.000 miljard euro aan waarde verloren. Maar wat de gevolgen zijn voor Nederland, dat weten we niet. Het is duidelijk dat met het verstrijken van de tijd de situatie natuurlijk steeds urgenter wordt. Dus wij zullen zo snel mogelijk meer helderheid moeten zien te krijgen over hoeveel CO2-uitstoot is er eigenlijk nog mogelijk, gegeven onze klimaatdoelen. En hoe vertaalt dat zich dan naar de waarde van die brandstofreserves die nog in de grond zitten? De onderzoekers van Knot kijken naar de waarde van bedrijven die veel energie gebruiken, zoals de chemische sector, de glas- en tuinbouw- en transportbedrijven. En natuurlijk naar de energiemaatschappijen. Grote pensioenfondsen die ons geld beheren zijn al begonnen om hun investeringen in fossiele brandstoffen voorzichtig af te bouwen. Dat gaat langzaam, want er zit nogal wat pensioengeld in vervuilende bedrijven. Het onderzoek van de Nederlandse Bank moet aantonen hoe gevaarlijk het eigenlijk nog is om te investeren in vuile energie. En dan vooral voor banken en verzekeraars. President Obama is maandag bij de top in Parijs en daar belooft hij wereldwijd de leiding te zullen nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar in eigen land blokkeert het congres verregaande maatregelen. Sommige congresleden ontkennen nog altijd klimaatverandering überhaupt bestaat. Toch staan de Amerikanen niet stil. Nu de politiek vastzit, nemen ze zelf het heft in handen. New York, de stad die nooit slaapt. De stad waar nooit de lichten uitgaan. Een stad die misschien niet de groenste plek in Amerika is. Maar langzaam vindt ook hier een stille revolutie plaats. We are installing a 5 kW solar system. When you really kind of need the boots on the ground, get it done solution, then it's the small and large companies. Maar ze krijgen daarbij wel een duwtje in de rug van de overheid die belastingvoordelen geeft aan de groene industrie. I'm Paul Tonko. I represent the Capital Region of New York.
Hulp die volgens congreslid Paul Tonko hard nodig is. Hij is lid van de machtige Energiecommissie. We certainly are playing catch up because there's been valuable time lost simply by the efforts, the agents of delay and denial. En hier is een van die ontkenners. De voorzitter van de Senaatscommissie die nota bene over klimaatverandering gaat. We keep hearing that 2014 has been the warmest year on record. I asked the chair, you know what this is? It's a snowball. Waarmee hij maar wil zeggen, klimaatverandering bestaat niet. En omdat de politiek hier zo ontzettend lastig is, zie je ook een typische Amerikaanse reactie daarop. De dan doen we het toch maar lekker zelf houding als het ware. Het bedrijfsleven, burgerinitiatieven. Iedereen grijpt hier echt de kans om zelf iets innovatiefs te doen, iets goeds te doen. En dat kan ook nog eens heel erg lucratief zijn. The US is one of a handful that are leading the way in terms of innovation and technology. We've got a long way to go to atone for what we've done already. My grandfather was an oil man. He helped me pay my way through college on oil revenues. You know, I'd like to erase some of what he's done in terms of emissions, solar system by solar system. It's going to take a while, but hopefully we get there. Yeah. En vanuit de zon terug bij ons. Willemijn, ja, wat voor weekend gaan wij krijgen? Het wordt een weekend met twee gezichten. Vandaag was het vooral heel erg grijs. Soms miezerde het ook een beetje. Deze foto is genomen in Zeeland, maar ook op andere plekken was het natuurlijk grijs. En als we kijken naar het miezeren, ja, als je dan op pad moet, dan is dat ook niet zo prettig natuurlijk. Maar er gaat wel wat veranderen, want vanuit het westen komt deze zone met bewolking aan. Dat is veel dikkere bewolking en er gaat ook neerslag uitvallen. Nou, dat gaat vooral vannacht vallen, dat zien we hier gebeuren. Vrijdagavond, zaterdag loopt de tijd door. En zaterdag overdag, nu zitten we om een uur of twee 's middags, is het eigenlijk vrij aardig weer met af en toe wat zon. Maar ja, er zit ook wel weer een nieuwe regenzone aan te komen. En bovendien ziet u dat die lijnen van gelijke druk, de isobaren, steeds dichter bij elkaar gaan lopen. Die wind gaat dus ook flink toenemen. Nou, dit is de nacht van zaterdag naar zondag. Dan schuift er dus een volgend regengebied over. En zo ziet het er zondag overdag uit. Ook behoorlijk blauw boven Nederland, dus geregeld buien. En nog steeds die lijnen van gelijke druk dicht bij elkaar. Veel wind dus. Nou, wij gaan kijken hoe dat in de plaatjes eruit ziet. Vannacht daalt de temperatuur in het oosten van het land tot een graad of 3. Vanuit het westen schuift dus die neerslagzone over. Bovenland staat er een matige wind, aan zee een vrij krachtig tot krachtige wind die in de loop van de nacht wat draait richting het noordwesten. Morgen dus aardig wat zonneschijn. Die regen trekt dan richting het oosten weg. Het wordt een graad of 7 à 8. En in de middag gaat de bewolking dus vanuit het westen toenemen. En in de avond gaat er al wat regen vallen. En dan gaat de wind ook weer wat aantrekken. Windkracht 7, misschien 8. Een stormachtige wind in de kustgebieden. En boven land in eerste instantie matig, maar later een vrij krachtige wind. Windkracht 5 is dat. Zondag overdag, ja, dan ziet het er dus heel anders uit dan op zaterdag. Die zon die delft echt het onderspit. Het is wel warmer met een graad of 11. Maar er is dus veel bewolking en er trekken stevige buien over. Er is ook vrij veel wind, misschien zware windstoten aan de kust. En boven land is het sowieso ook wat vlagerig. Dat is een beetje de trend die we dan ook met hoe de nieuwe week gaat verlopen. Met wisselvallig weer dus, maar wel hoge temperaturen met 12 graden zelfs op maandag. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Er dreigt een massa-ontslag in de thuiszorg. De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, TSN, heeft uitstel van betaling aangevraagd. 12.000 medewerkers dreigen hun baan te verliezen. En straks in Nieuwsuur een interview met de president van Oekraïne, Poroshenko. 10 uur, NPO 2. Ik wens u een mooi weekend.